Wouter, je hebt nieuws over prinses Amalia. Ze heeft een tijd in Spanje gezeten vanwege de dreiging aan haar adres. Hoe zit dat precies? Prinses Amalia heeft ruim een jaar in Spanje gewoond om eigenlijk te ontsnappen aan de dreiging aan haar adres. Die dreiging, konden we anderhalf jaar geleden over berichten, kwam volgens politie en justitie, zo waren onze berichten uit het Mokromafia-circuit. De veronderstelling was dat zowel zij als minister-president Mark Rutte ontvoerd dan wel dat er een aanslag op hen zou kunnen worden gepleegd. En dat die dreiging dusdanig ernstig was dat zij daardoor niet in Amsterdam kon wonen. Ja, er zijn beelden dat zij in Spanje is gesignaleerd. Hè? Maar dat was niet een leuk weekendje met haar moeder. Er was veel meer aan de hand. Ja, er werd nog wel verondersteld dat dat misschien was omdat moeder en dochter op stap waren en aan het winkelen waren. En Spaanse media en ook nogal entertainment media hebben daar het een en ander over bericht. Dat ze daar opdook. Maar we weten nu dat de Oranjes een huis voor haar geregeld hebben daar, dat ze daar ruim een jaar heeft gewoond. Dat ze zowel in Nederland is blijven studeren. Ze stond ook ingeschreven aan de Universiteit van Amsterdam. En dat bleef ze ook al die tijd. En tegelijkertijd ook in de Spaanse schoolbanken, de Spaanse collegebanken moet ik zeggen, heeft gezeten. Om daar een deel van haar studie te doen. Dat kon overigens ook prima, omdat de studie die ze volgt voorschrijft dat je ook een semester in het buitenland moet studeren. Dus dat heeft ze nu eigenlijk ook afgerond, zou je kunnen zeggen. Maar het belangrijke nieuws natuurlijk wel dat de kroonprinses vanwege de dreiging dus in het buitenland moest wonen, omdat ze hier waarschijnlijk te veel gevaar liep. Ja, ik neem aan dat het ook in zeer nauw overleg is gegaan weer met de Spaanse autoriteiten om haar daar, waar ze dat hier misschien niet voelde, een veilige plek kon hebben om te studeren en te wonen. Ja, we hebben wel informatie gekregen dat de Spanjaarden wat dat betreft geen halve maatregelen hebben genomen en echt wel hun beste beetje voor hebben gezet om de veiligheid van Amalia zoveel mogelijk te bewaken. En in Spanje hebben ze door het verleden ook wel behoorlijk wat ervaring met dreigingen en ook met geweld. Dus ik heb me laten vertellen dat dat vrij serieus was, maar dat daardoor voor haar wel een atmosfeer is gecreëerd waarin ze, in hoeverre dat zou kunnen als je een prinses bent, maar een zo goed mogelijke atmosfeer is gecreëerd om te studeren. En dat ze ook met enkele vrienden daar ook nog wel iets van het studentenleven heeft kunnen meepikken. Dingen waarvan je hoopt dat ze dat natuurlijk de rest van haar studietijd in Nederland ook kan doen. Ja, want ze is nu dus weer teruggekeerd, woont ook in Amsterdam volgens mij. Betekent dan dat de dreiging minder is dan dat die was? Dat is helaas niet zo. We horen echt uit meerdere hoeken dat er aan het dreigingsbeeld niets veranderd is. Dus je zou je moeten voorstellen dat de overheid wel allerlei zaken heeft moeten ondernemen om haar veiligheid zoveel mogelijk te bewaken. Een kroonprinses en als andere leden van het Koninklijk Huis worden natuurlijk al extra beveiligd. Bij haar is er nog een extra dreiging en daar heeft men dus ook faciliteiten al voor getroffen en zal het in de toekomst ook blijven doen om te zorgen dat ze geen gevaar loopt. En dat is een behoorlijke opgave natuurlijk. Zeker omdat ze natuurlijk ook in Amsterdam studeert. Maar niettemin wel iets wat, hoorde je ook wel in Haagse kringen, heel erg belangrijk werd gevonden. Want ze is natuurlijk kroonprinses. Ooit zal ze een dag koningin worden. En dan is het ook wel de bedoeling dat je ook in je studietijd toch echt een substantieel deel ook in eigen land hebt doorgemaakt. Zodat je ook weet hoe het studentenleven hier is. Ja, jij bent vaak mee geweest ook op staatsbezoeken. Ze hebben er wel iets over gezegd. Hè? Ook Maxima en Willem-Alexander, koning en koningin. Ja, dit moet natuurlijk een krankzinnige impact zijn voor een jonge vrouw die gewoon wil genieten van een periode met vriendinnen en gewoon op een leuke manier de volwassenheid in wil gaan. Ja, en dat merkt hij ook wel. Hè. De koning en koningin zijn er inderdaad op staatsbezoek, maar ook op andere geleden regelmatig naar bevraagd hoe het was voor hun dochter. Nou, je zag in Göteborg tijdens het staatsbezoek aan Zweden de echte emoties in de ogen staan van de ouders van Amalia. Omdat ze natuurlijk weten welke beperkingen ze de rest van haar leven zou moeten doormaken. Zeker Willem-Alexander heeft daar in zijn jeugd natuurlijk ook behoorlijk wat mee te verstouwen gehad. Voelt zich nog steeds af en toe in het keurslijf gevangen. En ze gunde hun dochter natuurlijk vrijheid. En het studentenleven, iedereen die het zelf heeft mogen meemaken, weet dat dat een tijd is die je nooit meer terugkrijgt. Dat je daar zoveel mogelijk van moet genieten. Dus dat greep ook het koningspaar erg aan, dat merkte je toen ook wel. En Amalia zelf heeft daar op het bezoek aan de Caribische delen van het koninkrijk, dat was in februari, in januari vorig jaar, natuurlijk ook zelf wat over gezegd. Hè. Ik had me mijn studententijd toch wat anders voorgesteld dan nu. Ze had het nog steeds erg moeilijk mee, vertelde ze toen. Maar we weten dus nu dat ze op dat moment eigenlijk al in Spanje bivakkeerde. Een iets ander leven kon leiden daar dan ze in Nederland zou kunnen,
waar die dreiging nog echt veel sterker gevoeld werd. Laten we hopen dat dat de komende tijd gewoon weer op eigen bodem kan. Al met al zeer zorgwekkend. Je berichtte dus 1,5 jaar geleden over die dreiging voor Rutte en Amalia. Dat het dus blijkbaar nog steeds een heel acuut, precair en ernstig thema is. Ja, en dat merk je ook wel. Je merkt ook in de bewegingsvrijheid van beide hoofdpersonen. Rutte heeft daar bijvoorbeeld zelf nooit iets over willen zeggen. Hè. Die heeft ook nooit willen bevestigen dat die dreiging er was. Maar je merkt wel in de entourage van Rutte dat ook die dreiging erg gevoeld werd. En dat in de bewegingsvrijheid vooral beperkingen oplegde. Ook al zien we hem af en toe natuurlijk vrij spontaan over straat lopen. Er zijn ook altijd allerlei beveiligingsmaatregelen die je niet kan zien. Hè. Het is niet zo dat je beveiligd wordt op het moment dat er een paar lijfwachten naast je staan. Dat kan ook een manier van beveiliging zijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Waarop het leek alsof Rutte nog enigszins vrij en onbekommerd door bijvoorbeeld Den Haag kon wandelen. Maar dan hoorde je achter de schermen dat daar echt ook wel maatregelen voor getroffen zijn. Dus dit is iets wat tot op het hoogste niveau is aangevoeld en waar actie op ondernomen is. En dus betekende dat de prinses een tijdje in het buitenland heeft gewoond.